U vormt een actief en gedreven vrijwilligersnetwerk met het aanstekelijk vermogen anderen te enthousiasmeren en ook deze molen te behouden. Wat is hier net gebeurd? We hebben de molenschuur geopend bij de Korenmolen De Hoop aan de Nieuwstraat. Iedereen kent natuurlijk Korenmolen De Hoop, echt een baken in Almelo. En de stichting wilde graag een molenschuur daarbij bouwen, zodat ze ook groepen kunnen ontvangen en eigenlijk de molen voor veel breder publiek toegankelijk is. En die hebben we zojuist geopend. En dat is een molenschuur die hoort bij Korenmolen De Hoop in Almelo en is voor iedereen toegankelijk en wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. En voor welke activiteiten wordt deze molenschuur zoal gebruikt? Een van de dingen is, we leiden hier nieuwe molenaars op. Wij zijn een instructiemolen en de molenschuur die kan dan gebruikt worden voor theorielessen. En kan ook gebruikt worden om groepen te ontvangen die bijvoorbeeld groepen zijn van kinderen van basisscholen, middelbare scholieren, mbo, hbo. En er worden zelfs hier huwelijken gesloten. Dus ook dat kan nu in een hele mooie omgeving.